Het volk wordt zwaar getroffen door de huidige stroomtarieven die de EBS thans hanteert. Dit is een van de brandende vraagstukken waarover president De Bouterse thans overleg voert. Het gaat om een serie van overlegvoeringen met zijn belanghebbenden. De start van het overleg was afgelopen zaterdag op het presidentieel paleis. De president heeft zich samen met de vicepresident Ashwin Adin, centrale bank governor Glenn Gersie, president-commissaris Silvano Tjonahing gebogen over onder andere ontwikkelingen met betrekking tot de wisselkoersen. De koers ligt aan de basis van alle ontwikkelingen die thans doormaken, weet het staatshoofd. Het is een koers van de 7,30 en ik zit met de deskundige om te kijken om een programma uit te stippelen waardoor we de koers gradueel terug willen gaan brengen. Maar ik zal mijn best doen. Ik heb gezien de vicepresident is daar, de centrale bank is daar, de governor van de centrale bank, de president-commissaris. Wij gaan er alles aan doen. Ik moet natuurlijk eerst inzicht krijgen in het geheel en dan kijken welke modaliteiten pas je toe, zodat de koers een neergaande trend kunnen laten gaan tonen. Na deze meeting met de governor en president-commissaris van de centrale bank heeft de president een bespreking geleid over het stabilisatie- en herstelplan. Directeur Reinold Simons van het planbureau was aanwezig bij het tweede gesprek. Hij onderstreepte de game-changing maatregelen die worden genoemd in het plan van de overheid. Het is in deze om speciale maatregelen waarbij er heel snel moet worden gecommuniceerd met de gemeenschap over oplossingen die bedacht zijn voor slepende kwesties. Het investeringsgebeuren in Suriname op korte termijn, vooral de particuliere investeringen, om dat los te trekken. We struggelen al tientallen jaren met problemen rond de investeringswet. Het kost investeerders zoveel tijd en moeite om alle instanties langs te lopen. Er zijn een aantal, noem het barrières, om de particuliere investeringen snel op gang te laten komen. En een van de maatregelen is om dat los te trekken. Om ervoor te zorgen dat er verschillende investeerders, zowel de buitenlandse investeerders als lokale investeerders, dat we een aantal snelverbandjes maken, een aantal shortcuts maken, om nog voor we, weet je, allerlei geweldige lange termijn maatregelen op gang te krijgen, dat we ervoor zorgen dat er snel de mensen die in het land willen investeren, dat het ook snel op gang kan komen. Omdat die economie heeft op dit moment heel hard private investeringen nodig. En dus dat is wat we proberen eigenlijk te versnellen. Directeur Reinold Simons van het Planbureau. Hij sprak zaterdag op het presidentieel paleis in verband met een onderhoud over het stabilisatie- en herstelplan tussen de president, enkele adviseurs en teuren van belangrijke overheidsinstanties. Het beeldmateriaal is beschikbaar gesteld door het kabinet van de president.